De zendingsopdracht is een immense opdracht. Onderwijst al de volken. Met die opdracht zijn de apostelen op pad gegaan en in hun spoor zijn vele anderen gegaan. Gelukkig kregen ze niet alleen een opdracht mee. Dominee W. Haring laat zien dat de opdracht gepaard ging met een belofte en een bemoediging. Beste zendingsvrienden en vriendinnen, we luisteren naar de belofte en de bemoediging van de Heer Jezus in Matthäus 28, het 20 twintigste vers. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Het zijn Jezus eigen woorden. Hij heeft het zelf gezegd. Een rijke, bemoedigende belofte. Maar het is ook een feit. Het is ook een werkelijkheid. Ik, zegt de zaligmaker, met nadruk. Ik en niemand anders. Ik ben met u. Al de dagen. Dat is vandaag. Dat is morgen. Dat is overmorgen. Denk aan een lange reeks van dagen. Al die dagen die volgen, tot aan de voleinding van de wereld, ben ik met u. De verzen 18 tot en met 20 horen bij elkaar. Alle macht, alle volken, alle geboden, alle dagen. Het begint met zijn Almacht en het eindigt met zijn overalomtegenwoordigheid. Wat hebben de woorden van Jezus een lengte en een diepte. Hij deelt de tijd in in kleine stukjes dagen. Maar tegelijkertijd maakt hij het ook lang. Alle dagen. Dagen van gezondheid en ziekte. Dagen van vreugde en verdriet. Dagen van wel-corona en dagen van geen corona. Dagen van je jeugd en de dagen van je ouderdom. In gedachten zie je dat groepje mannen, dat groepje discipelen van Jezus staan op de berg. Zij moeten de fakkel van het evangelie de wereld in gaan dragen. De grote zendingsopdracht is in hun handen gelegd. Maar zegt Jezus, ik ben erbij. En dat betekent niet alleen dat Hij bij hen zal zijn. Maar vooral dat hij er voorin zal staan. Dat Hij garant staat, altijd en overal, hoe de tijden ook wisselen. In de dagen van lockdown, van zendingswerk, dagen van uitgestelde uitzending of uitgestelde repatriëring, al die dagen. Ben ik er niet alleen bij, zegt de Heer Jezus, maar sta ik er ook garant voor. Tot aan de volleinding van de wereld. Je voelt wel, het zijn bijzondere woorden. De zaligmaker zegt niet slechts, ik ben er tot het einde bij. Ik ben er tot het laatste bij. Nee, tot de volleinding. Dat is de voltooiing. Dat is de vervulling van Gods raad. Dan is het getal. Van de uitverkorenen vol. Dan is het werk van de Heilige Geest. als de bruidswerver van Christus volbracht. Dan hoeft er niet meer gepreekt te worden. Dan hoeft er geen zendingswerk meer gedaan te worden. Dan zal het Evangelie van het Koninkrijk. over heel de wereld gepredikt zijn. Dan hoeven er geen mensen meer onderwezen te worden. Om te onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. De voleinding. Dan breekt de eeuwige Sabbat aan. De eeuwige rust die er overblijft voor het volk van God. Dan zullen al die schapen die Jezus kocht met zijn bloed, die zullen toegebracht zijn. Die zullen eeuwig binnen zijn. Daar heeft Hij zelf. Gezorgd, dan zullen de vijanden verslagen zijn. Dan zal de Satan niet meer kunnen benauwen en de dood niet meer verschrikken. De kerk zal eeuwig bijeenvergaderd zijn. Vol einding. God zal dan alles zijn en in allen. Wat een Sterke bemoediging. Ik ben met u al de dagen tot de volending van de wereld. Want Jezus, hij leeft. Hij is die kampioen van Pasen. Hij is de grote triomfator. Niet corona, maar Christus regeert. Over al onze dagen. tot de voleinding van de wereld. En dan heeft het op korte termijn. wel consequenties. voor het zendingswerk. Voor het oog lijkt er dan veel stil te gaan liggen. Maar op lange termijn zal het anders zijn. Want de grote wereldwijde impact van corona. Zal een plaats hebben, zal een doel hebben in Gods plan. Hoe dikwijls heeft de Heer vervolging en verdrukking willen gebruiken om Zijn kerk en om de zending wakker te schudden, weer in beweging te brengen. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Maar Hij heeft het beloofd. Ik ben met u. En ik zal mijn gemeente bouwen. Ik met u. Die grote ik. En die schuldige U. Dat heeft iets teers. Dat is vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. Hier worden de woorden. Van Jezus ook diep. Kijk, daar staat Petrus, die hem verlogend heeft. En Thomas. Als ik het niet zie, als ik het niet voel, dan zal ik het niet geloven. Daar staan die discipelen, die niet één uur met hem konden waken. Ik, met u. Wat zijn deze woorden van Jezus? diep van liefde, diep van trouw. Wat wordt dit spreken van de zaligmaker een wonder voor mensen die zichzelf hebben leren kennen als schuldig en onwaardig voor God. De Heilige Geest, je laat zien wie je bent en wie je blijft, ook na alles. Wat de Heere gedaan heeft in je leven, dan slaat dat als het ware de bodem onder je leven weg. Je wordt in je schuld en in je gemis gezet. Dan zou het geen onrecht zijn als het uit Gods mond zou klinken: ik, ik ben tegen u. En je moet zeggen, ja, Heer. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Wij passen niet bij elkaar. U zo getrouw en ik zo ontrouw. U vol van genade en waarheid en ik vol van schuld en zonde. En toch, wat eeuwig wonder, ik, ik met u. Want Christus heeft voldaan aan de eisen van Gods recht. Hij heeft de prijs volkomen betaald. Nu is er geen verdoemenis voor allen die in Christus Jezus zijn. Wat een bemoedigende belofte! Ik, ik met u, heel persoonlijk, ik met u lieden, gemeenschappelijk. Tot aan de voleinding van de wereld. En dan klinkt er dat Amen aan het slot van het twintigste vers. Je voelt wel, dat is een bijzonder Amen. Het kan van de lippen van de Heer Jezus geklonken hebben. Het zal waar. Het zal zeker zijn. Maar het kan ook gekomen zijn van de lippen van Matthäus. Of beter gezegd, van de Heilige Geest. Een amen als een echo op het woord van de Koning. Maar lieve zendingsvrienden en vriendinnen, ik hoop ook dat het ons amen zal zijn. Het amen. Van het geloof, door de Heilige Geest in je hart gelegd, als antwoord op het horen van zijn stem. Ik ben met u lieden al de dagen tot de volending der wereld. Amen.